Jaren geleden maakte ik kennis met meesteroplichter Piet van Hout, die zich voordoet als diplomaat, onderzoeksrechter en miljardair en zo miljoenen ontvreemd over heel Europa. Ik neem als boekenrugenhouder ontslag. Meteen besefte ik een meesterlijk onderwerp in handen te hebben waar ik een roman over wilde schrijven. Ik besloot de meesteroplichter te volgen. Toen hij belde om te zeggen dat hij zijn naam in het Rijksregister had laten veranderen in Maarten Ingels, had ik moeten wegrennen. Maar toen was het eigenlijk al te laat. Hij liet me niet meer los. Ik wil zeer duidelijk onderstrepen dat het moet stoppen met mij uit te schelden, burgemeester-oplichter.